Hallo, welkom bij de Vierkekens on Tour. Vandaag zijn we in... Bellewaerde. Park. Je moet dat de pizza zeggen, niet pa. Bellewaerde. Park. Het is zonnig weer. En ja, natuurlijk zijn er heel veel nieuwe dingen dat ik jullie ga laten tonen. En eigenlijk nieuwe dingen dan er niet veel, denk ik, weten. Haha. En achter deze plakaten komt een nieuwe attractie. Een hele nieuwe attractie voor volgend jaar. Ik ben er heel benieuwd naar. Het ziet er altijd wel spectaculair uit, vind ik. Ja, als ik passeer en ik zie ze werken. Ja, wat je er al ziet is, ja, je ziet de hoogte, de pilaren die uitkomen. Dat zal waarschijnlijk een lift of dit of dat zijn. Very curious. Kijk een keer hier. Hey, doe je alleen handjes omhoog? Handjes omhoog! Hey, zie dat er weg van achter zit. Hey, ja, hey, mijn sauce. Het is wat geluid. Hey, laat dat maar hier. Hahaha. Kom op. Samen hoog. Ben je er klaar voor? Ja. Wee! Floortje! Mama is bij jou! Mama is bij jou! Noemt Jean-Pierre, tante, Suzanne. We zijn bijna al terug! We zijn er al bijna. We moeten wel nog een keer aan boord. We zijn weg, hè? Yay, Floortje! We zijn hier bij een van de nieuwe gedeeltes, namelijk Savannah, en we zijn helemaal heraangepakt. Ja, de meesten weten dat eigenlijk al. Je kan nu binnenkijken bij de giraffen en bij de zebras. Ze staan er alle twee in feite. En je kan hier ook met de rolstoel erover gaan. De helmparelhoender zitten hier. De grevy zebras en de rotschild giraffen. Kom. Ja, vroeger stond al een olifant hier, maar in de zacht. Ja. We zijn het schone gedaan. Lekker Floortje. Lekker ijsje. Nou, waar gaan we nu? Ballonnetjes. Gaan we naar de ballonnetjes? Hij wil naar het ballonnetje. Yay! Oh, Floortje. Zo, met de handjes omhoog. Zet een keer handjes omhoog. Zo, ja.
gebeuren en nu gaan we achterwaarts. We zijn naar school. Uitstappen. Het volgende nieuwe ding dat we gaan doen is de King's Table. Allee, ik weet nog niet of we echt binnen gaan eten, maar dat is hier. Dat is gewoon leuk, hè? Hoe is de King's Table? Heel benieuwd, hè? Daar. De donentafel. Oh, mooi, mooi, mooi. Dank jij ervan. Mooi, hè? En ook een kroon. En die ballon, maar je was dan zo... Je was dan verdrietig in die ballon. Ze biedt wel zeven van die grote dingen aan beneden. Ja, ik was, vond dat echt mooi gedaan. Het mooi gerenoveerd. En? Ja, zo, zwaaien. Yeah! Andere kant. Aan de vloer. 1, 2, 3, 6, 7, 3. Hey, 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 en dat is dit hier bij de leeuwen en de tijger dat ze helemaal opnieuw hebben aangelegd. Of ja, opnieuw. Het is veel verbeterd. Maar ik heb pandapad. Het is mooi. Maar ja, dat is niet nieuw, maar dat is wel helemaal nieuw. Dat pandapad is hier nieuw. Oh, kijk, vlindertje. 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 Dat was in die liaan. Maar ze zitten, ik weet niet waar ze zitten, ik zie ze niet zitten. Ah jawel, daar. Zie je het? Door Floor, in het midden. Kom hier. In het midden heb je een grote, grote tijger. Daar, het midden, daar. Zie je hem zitten? Onder die bank. Kijk, je zit daar al langs onder. Met die streepjes. En een grote leeuw. En een grote poes. Wacht, man, een keer verder. Oh, dat totje. Maar dat is hier ook helemaal aangemaakt hoor. Dat het gemakkelijk is voor de mensen, want als het te warm weer is, kan het zijn dat de Bengal Express sluit wegens te warm weer. Maar dan kun je nog altijd de leeuwen en tijgers zien via dat wandelpad hier. Hè. Het is ook gemakkelijk met een buggy zee of met rolstoel. Iedereen kan erop. Wat hè? Wat is dat? Wel de eend. Mag je dit dan? Ja. Zie je wel waarom dat we Kiki zo'n tour noemen? Nee? Dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien door verschillende vloggers, dat dat hier helemaal nieuw is. Maar ze hebben sindsdien eigenlijk nog wat nieuws gedaan. En dat zijn die stenen en die zand. Dat is ook nieuw. Nog niet zo heel lang geleden in feite. Ik vind het wel schoon. Ik ga kijken naar beneden dat ik niet van trap val. De armoerluipen, maar waar dat zit... Dat zijn hier twee luie mensen, maar er zijn ondertussen zijn we aangekomen aan weer iets nieuws, maar dat jullie al lang weten. De Hampi Playground en de Hampi langs de andere kant. En dat is ook nieuws en dat nieuw versiert, dat is zo lang geleden nog. Ik had er mee, maar we gaan daar een keer. Ja, je gaat krummel, ik zat, kijk maar eerst in de plekken. Ja, totdat je erop gaat zitten. Dan had ik een voorhoofd en had achteruit ook. En het gevoel dat je daar zit, dat je boven zit, dat vrij raar is. Blub, 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 blub. Ja.
Het is zoveel interessant in Bellewaerde te zien van attracties. En dan heb je die vent niet mee zijn met ons, die daar zit te kijken naar de vissen. Amai, wij zijn. Wat er nog nieuw is, is dat ik hier naast de Screaming Eagle de station, maar dat wisten jullie eigenlijk ook al. Maar nu gaan we er een keer speciaal op voor Floortje die mee is. We hebben een beetje moeten wachten, maar dat is geen probleem. Het is te hoog, zegt Floor. We gaan naar. Jeeha! En dat is hier de Magic Slush, dat je ja, Magic de Slush kunt doen, een ijsje. Dat is ook nieuw, naast de Houdini. Ijsje eten? Een ijsje eten. Mijn stracciatella is een beetje scheef. Oh ja, wonder van dat. Nam nam nam. Kijk, ze zitten er allemaal te eten, zie ze? Stokstaartjes. Waar ringstaartmaakjes? Wat een stokstaartje? We hebben ze hier. Ze zijn er allemaal te eten. Wat zijn kunnen poesjes? Wat poesjes? Ze zijn allemaal aan het eten. Zie je het wel interessant zijn in de boom? Is dat nu een leuke? Vorig jaar. Maar we hebben eerst doen ze hier allemaal lipsa. En dat de rode zijn de rode varies en de andere zijn de ringstaartmaakjes. Vorig jaar is er een babytje geboren. En we gaan zelfs nog babytjes zien van de andere, van de doodshoofdaapjes. Doodshoofdaapjes? Ja, die moeten we nog passeren. Ze is weggelopen. Ze is weggekomen. Waar is ze zien? En langs de andere kant, zeg, hé, madame, wat ga je doen? Ik ben niet omdat ik niet aan het werk ben dat ik dat ga toelaten, hè. Mee. Mee. Kijk, daar zien ze de kleintjes. Het zijn er vier of vijf kleintjes. Moet ik kijken naar helemaal boven in die boom. Dan vat mijn bladen. Massa, ik word wel aan het kijken. Nee. Nog een nap. Zit daar een schelpad in, wat ik? Ja, inderdaad, van die schelpad. Dat zijn de doodsoortaapjes. Normaal gezien zijn er drie of vier baby's. Maar ze zitten waarschijnlijk binnen. Kijk, daar zijn drie of vier baby's. En daar zit er een waterschelpad. Ja. Moet in het water en dat ik kan zwemmen. Kijk, dat is een beetje aan het lopen. Ja, de babytjes zitten binnen. Zwaar we, Floor. Je moet zoeken achter de diertjes, Floor. Moet zoeken achter de diertjes. Oh. Allemaal flamingo's. En ze verstoppen er allemaal. Waarom ze op één poot staan? Weet je dat? Omdat de andere poot vuil is. Als die anderen gaan intrekken, gaan ze vallen. Het zijn Europese en Chileense dan. Maar hoe dat het verschil ziet, dat weet ik nu niet. Dat is een leuk bootje, hè, Floor? Zo zot dat op één poot kan staan, hè? Nee, we gaan niet dichter gaan dan dat. Ik zou wel niet dichter gaan dan dat, maar ik vind dat wel eerste. Maar ja, tuurlijk, ze rollen achter. We hebben drie geen nepbeesten. Hier zijn die krokodillen, hier links. Oeh. Grote krokodil. Chance dat zijn eerste neppe dieren. Hier hebben we normaal twee mara's en twee capybara's. Zo hier is de capybara.
En de, met de Mara's, ik zie ze niet zitten, de Mara's. Kan ik daar geen in de Capirari? Capybara. Of ik dat Amy zei, een grote bever. Een Capybara. Kindje. Ja, ziet? Ah, kijk, en dat, zie dat klein dingetje, dat is de Mara. Zie? En daar is er ook nog een kleintje. Ah, ja. Dat is de Mara. En nu gaan we binnen bij de Indianen. Oeh! Dat gaat wel. Nee, weet je wat, we staan stil. Nee, weet je wat dat is? Dat zijn mensen die niet goed te been zijn. Dat ze moeten stilleggen ervoor. Hopelijk zit er nu geen één. En de effecten moeten dan uit, want dat er nu één in de tunnel zit. En de effecten zitten, liggen niet uit, ze kletsen nat. Handig, jij zit een hits mee. Oh-oh. Maximaal achter het dat draait, weet je. Dat kan er recht hebben, tot hè. Corona. En daar voor ons eenmaal de neusbeer. Maar ik heb die nog maar weinig gezien. De neusbeer? De neusbeer. De neusbeer, hè? Je ja, en hier heb die kleine aapjes, maar er zitten ook veel binnen. De keizertamaraans. Ah ja, kijk, kijk daar. Zie je? Ah, ja. Je zegt, kijk, ik moet wel. Oh, je komt juist naar buiten. Sorry, ja. Kijk, oh, Floortje, kijk. Allee. Ah, anders zien ze bijna nooit. Echt waar. Oh, dat is chance, hè. En we hebben hier nieuwe vogels. Het zijn twee blauwgeel aras. En twee Ecuador Amazone papegaaien, als ik het goed op heb. Dat zijn onze nieuwe. Het verblijf is ook helemaal aangepast. Dat zijn de blauwgeel aras. En normaal gezien komen er nog twee nieuwe. De Ecuador Amazone papegaaien. Want de heel vleugel aras zijn weg. Ja, die vleugel is weg. Ze zijn er bijna. Maar het kan zijn als er al zijn of wel, moeten ze nog toekomen. De dame lief! Kom maar. De dame! Yay! Jij mag iets kiezen, mee. Een kroontje. Of een truitje, of een t-shirtje. Kroontje. Er zijn nog dingen in de winkel. Maar je moet kiezen, of een alpaca of een kroontje. Zie je de aapjes? Kijk. Zo, ik kan dat zo naar je nek. Kijk. Kroontje in hun aapje. Zo een mooie, hè? Kijk, het is wel een grote kroon, hè? Ga je Leo meedoen? Weet je het zeker? Ik weet niet dat goed is. De giraf? Maar je moet kiezen, hè? Kroon of giraf? Giraf, dus de kroon gaan we terugleggen, hè? Wat is de prijs? Ga je geen kleintje meenemen? Want het is wel een beetje duur. Dus de giraf is weg, we gaan de Leo meedoen. Oké. Ah, je wil de kroon ook meedoen. En zijn de kleinere? Wacht, ik ga even kijken. Zijn ze allemaal zo groot? Ze zijn allemaal zo groot. Allee, het is goed. Je mag twee dingen hebben. Ja. En nu gaan we naar mama en papa, hè? Ja, waar zijn ze nu? Waar zijn mama en papa? Je Floor! Hey, kan ik je niet zeggen? Oh jawel, dat gaan we lukken. Wanneer dat dan? Hou hè? Moet ik hem? Wat er ook nieuw is, dat is eerst onze BD's zijn wel een nieuwe van Bigfoot, eigenlijk vervolg van een paar jaar geleden. We gaan er nu naartoe. Hey! Dag prachtige collega's! Floortje! En wel, toffe brillie!
collega's gaan een keer klappen en zeggen wat we moeten doen. Dames en heren, welkom in de BD-cinema van Bellewaerdepark. Voor een ideale voorstelling willen we u vriendelijk vragen uw beide voeten volledig op de grond te plaatsen en de kinderen mooi achteruit in de zetels te laten plaatsnemen. De tassen dienen op de knieën of op de lege zetels te liggen en niet op de grond. Tijdens de voorstelling bewegen de stoelen namelijk in verschillende richtingen. Uiteraard is het verboden om te eten, drinken of roken in deze zaal. Dankjewel en veel kijkplezier. Dankjewel! Hey! En Floortje, hoe vond je de film? Oh, we zitten hoe vast te wezen. Het was leuk en niet leuk, is hè? Da-da! Tot ziens, hè? Tata! Het is 5 uur, wij gaan al weg. We hebben een goede dag beleefd, denk ik. Hé, hey, het was leuk, hè? Ja, absoluut. Floor heeft alles kunnen doen wat ze wil. Maar het was enorm druk. Dat was een beetje het aan mijn tante. Er was 7000 man of zo binnen. Waardoor dan er hele grote wachttijden waren. Maar alhoewel, we hebben ons nog altijd geamuseerd. Maar we waren niet op de hele grote gezeten, maar we waren hier eigenlijk gewoon voor Floor. Dus, dankjewel om te kijken. Doei! Dankjewel.